De animatie die we in de vorige video hadden gemaakt, dus het wijzigen van een blauw vierkantje naar een oranje rondje wat zich wat verder naar beneden bevindt, die kunnen we uiteraard gaan uitbreiden. We hebben nu twee keyframe posities gemaakt. Als ik je even meeneem naar mijn CSS code, hadden we de keyframe situatie from en de keyframe situatie to. Dus eigenlijk twee keyframes van die status naar die status toe. Uiteraard kun je hier veel meer situaties tussen zetten. En dat kun je doen door te gaan werken met percentages. Dus in plaats van from to gaan we werken met percentages. En je kunt zoveel uh, keyframes eigenlijk aanmaken als je wilt. Nou, laten we nu eens vier gaan aanmaken. Eén voor 0%, één voor 25%, één voor 50%, één voor 75% en één voor 100%. En volgens mij zijn het er dan vijf trouwens. Maar goed, laten we de eerste, de initiële situatie is als dus 1 op 0% zetten. Dus bij 0% aan het begin van de animatie is de border radius 0, dus de vorm van mijn object is vierkant. De toppositie is 0 en ik zal er meteen ook even een linkerpositie bij zetten, dus left dubbele punt 0. Want dadelijk wil ik ook over de horizontale as beweging gaan maken. Dus top 0, left 0 en de background color is 1C3051, dus die donkerblauwe achtergrondkleur. Dan gaan we naar de situatie bij 25% van de animatie. Nou, de border radius die mag wat mij betreft dan uh, tussen een vierkant en cirkel in zitten. Dus die zet ik op 25%. En de positie aan de bovenkant, vanaf de bovenkant is dan 200 pixels. Het object komt dus 200 pixels naar beneden. Left, die voeg ik even toe, die zet ik nog steeds op 0. En de achtergrondkleur die zet ik op geel. En dat is FF, FF00. Dus de tweede situatie, naar 25% uh, in mijn beweging is de border radius 25%. Het object komt 200 pixels naar beneden te staan en de achtergrondkleur wijzigt naar geel. Ik kopieer het even en ik plak het er weer onder. En dan gaan we de status bij 50% regelen. Nou, de border radius mag wat mij betreft dan op 50 pixels staan, of 50% staan, sorry. De toppositie 200 pixels en ik wil dan dat het object 400 pixels van de linkerkant af komt te staan. Dus left 400 pixels. En de achtergrondkleur zal ik dan op oranje zetten. FF6600. Dit is de situatie bij 50%. Ik ga het even kopiëren en plakken hieronder. En dan gaan we hiervan de status bij 75% maken. Dus op 75% van de animatie wordt de border radius weer 25%. De toppositie die zet ik nu op 0. Maar de left-positie laat ik nog op 400 pixels staan. Dus hij komt aan de bovenkant te staan, mijn object, alleen dan 400 pixels van de linkerkant af. En de achtergrondkleur die zet ik weer naar geel. En dat was FF, FF00. En dan komen we bij de laatste situatie, de situatie op 100%, dus het einde van mijn animatie. Uh, die maak ik weer net zoals de begin-situatie. Alleen van 0% maak ik het dan van 100%. Ik heb nu dus vijf keyframes: 1 bij 0%, 1 bij 25%, 1 bij 50%, 1 bij 75% en 1 bij 100%. En als het goed is, dadelijk, als ik uh, mijn website open, dan zal het vierkante uh, blauwe blokje wat links bovenin staat eerst een stukje naar beneden komen, een klein beetje meer een ovaal vorm krijgen en een gele achtergrond, achtergrondkleur krijgen. Dan uh, wordt het helemaal een cirkel met een oranje achtergrondkleur die. 200 pixels naar beneden staat en 400 pixels van de linkerkant af. Op 75% wordt het weer een ovaal vorm die bovenin komt te staan, maar wel 400 pixels van de linkerkant af. En een gele achtergrondkleur en op het laatst is het weer mijn blauwe vierkantje, vierkante blokje uh, links bovenin. Nou, ik sla mijn staal.css bestand op. Ik druk op F5 en je ziet inderdaad dat de animatie exact zo is zoals ik dat graag zou willen. En ik zal nog een keer op F5 drukken. En je ziet ook dat uh, als de animatie één keer afgespeeld is, dat dan je blokje weer op de oorspronkelijke positie terecht komt. En trouwens, hij komt uh, aan het einde van de animatie, komt hij helemaal tegen de kantlijn aan te staan, en dan springt hij terug, een klein beetje uit de kantlijn. Maar dat kan ik wijzigen door in de initiële styling van mijn div uh, met id animation ook de left positie in te zetten. Dus left dubbele punt, nul, punt kom aan. Als ik nu mijn website opnieuw Open, dan zie je dat uh, het blokje exact op de oorspronkelijke plek weer terugkomt. Nou, nu gebeurt het één keer. Uh, je kunt er uiteraard er ook voor zorgen dat deze animatie in een loop terechtkomt, dus voor altijd blijf spelen. En dat doe je met de eigenschap Animation uh, Iteration Count. Nou, die zullen we eens gaan toevoegen aan, uh, aan onze uh, keyframes, of tenminste aan onze div met het ID Animation. Dus ik typ als extra eigenschap animation, steepje iteration, steepje count. En nu kan ik eigenlijk kiezen hoe vaak ik deze animatie wil laten spelen. Nou, laat ik hem eerst eens op vijf keer, nee iets korter, drie keer zetten. Dus als waarde bij deze eigenschap animation, steepje iteration, steepje count, vul ik in 3 en dan punt komma En ik sla mijn staal.css bestand op. Als ik nu mijn website opnieuw open, zul je zien dat die animatie drie keer zal gaan spelen. Want nou, dit was de eerste keer, dan gaat hij nog een keer. En als het goed is, komt hij nog een keer. En dan zal die tot zwijgen worden gebracht of tot stilstand worden gebracht. Nou, wil je nu uh, dit voor altijd laten lopen, dan kun je diezelfde eigenschap: animation, stepje iteration, stepje count gebruiken. Alleen zet hem dan op infinite, dus infinite. Als ik dit opsla. En ik ververs mijn pagina. Dan zal er geen einde meer komen aan deze animatie. Die zal tot een lengte van dagen uh, door blijven spelen. Uh, dus je kunt het nu uh, even laten staan. In je laptop als je wilt. Je kunt uh, een kopje tegen drinken en andere dingen gaan doen. Als je terugkomt, dan zal nog steeds deze animatie spelen. Uh, net zolang tot het uh, leven op aarde ophoudt of totdat je het scherp sluit. En uh, dit is trouwens iets wat ik niet meteen zou aanraden. Want je kunt je ook voorstellen dat je bezoekers hier uh, tamelijk gestoord van kunnen worden. Maar dit is dus mogelijk met behulp van CSS, deze animatie. En ik zal nu even weer uh, de teller op 1 zetten. Want ik word zelf wel een beetje gestoord van die animatie. Dus nu komt er nog één keer voor de laatste keer. En dan is die geëindigd. Nou, de animatie gaat nu uh, tegen de klok in. Er zijn altijd mensen die uh, ja, per se willen dat die animatie met de klok meegaat. Uh, je zou dan in je keyframes uh, de waarden hier hebben kunnen aanpassen zodat de animatie eerst uh, naar rechts, dan naar beneden, dan naar links, dan naar boven gaat. Zodat je met de klok meegaat. Je kunt ook de richting van de animatie aanpassen en dat doe je met de eigenschap animation-direction. Dus ik typ animation-direction, dubbele punt. En ik zou er omgekeerd van kunnen maken, dus reverse-punt komma. Als ik dit opsla. En ik ververs mijn pagina, dan zie je dat de animatie net de andere kant op gaat. Dus heel veel flexibiliteit ten aanzien van uh, je animatie. Vind je het nou leuk om af en toe je bezoekers uh, te verrassen of ze op het verkeerde been te zetten, dan kun je ook zeggen van hé, hey, laat de ene keer maar uh, deze animatie met de klok meegaan en de andere keer tegen de klok in. Dat kan natuurlijk ook. Ik zal uh, de animation iteration count weer even op uh, 5 zetten, bijvoorbeeld. En ik zet dan de animation direction op uh, Alternate. Dan gaat het eigenlijk om en om. De ene keer gaat hij de ene kant op. En de andere keer gaat hij de andere kant op. En daarmee kun je dus voor een verrassend effect zorgen uh, op je website. Ik druk op F5. En je ziet hij gaat eerst tegen de klok in. Dan speelt de animatie nog een keer. Maar nu gaat hij met de klok mee. Dadelijk zal hij weer tegen de klok ingaan. En zo kun je uh, flink wat verwarring zaaien uh, op je website. Nou, Dat is natuurlijk altijd aardig om dat te gaan doen. Uh, je kunt ook nog de mate van um, bewegen kun je bepalen. He, nu zie je dat de animatie... Uh, Langzaam start en snel eindigt. Uh, alleen er is ook een CSS-eigenschap voor om hier wijzigingen in aan te brengen. En de naam van die eigenschap heet Animation Timing Function. En ik zal die even gaan toevoegen aan mijn uh, div met het ID Animation. Dus de eigenschap wordt Animation-Timing-Function. Steepje steepje en hier kunnen we een aantal waarden opzetten. Uh, als ik het goed, goed uh, onthouden heb, is de standaardwaarde Ease. En dat zorgt er dus voor dat je uh, uh, langzaam start snel eindigt. Uh, je kunt hem ook over de hele uh, animatie dezelfde snelheid geven. En dat kun je doen met de waarde Linear. Dus Animation step je timing step je function Linear. Nou, ik sla mijn staal.css-bestand op en ik zal mijn website even opnieuw openen. En je ziet dat nu de animatie. Over de hele lijn uh, dezelfde snelheid heeft. Waar hij net uh, wat variëren in snelheid, heeft hij nu overal op elk punt dezelfde snelheid. Wil je hem nu langzamer laten eindigen, dan zou je bijvoorbeeld de waarde ease steepje out kunnen gebruiken. Dus bij Animation Timing Function in plaats van linear zou je ervan kunnen maken ease out Als ik dit opsla en ik vers mijn pagina, dan zie je dat hij snel start en langzamer eindigt. En je kunt je voorstellen dat met Ease In je juist het tegenovergestelde effect krijgt. Dus een langzame start en een sneller eindigen. En zo kun je dus variëren met de animatiesnelheid op je website. Nou, ik hoop dat je zo een aardig idee gekregen hebt van de mogelijkheden met animaties met CSS voor op je website. Ik hoop dat je dit een leuke en interessante video hebt gevonden. En ik wil je heel hartelijk danken voor het kijken.